Hoi allemaal, ik ben meneer Van Urk en deze video is onderdeel van de miniserie Impulsgeleiding en Impulsoverdracht. Deel 1 gaat over de werking van de synaps, met onder andere in de EPSP's, de IPSP's en de sommatie. De tweede video gaat over de fase van een actiepotentiaal en de derde video over de sprongsgewijze impulsgeleiding. Nou, deze video gaat over deel 3, de sprongsgewijze impulsgeleiding. Hier zie je een plaatje van een neuron. Hier zie je het cellichaam met enkele dendrieten. En hier een lang axon die zich op het einde opsplitst in 3 axonuiteindes. Nou, heel veel axonen van neuronen die zijn omgeven door een myelineschede. Die bestaat uit myeline en dat is een witachtig, vetachtig stofje dat om het axon heen zit. De myelineschede van neuronen in de zenuwen, die bestaan uit cellen van zwam. Nou, dat zijn cellen die als het ware als een pannenkoek om het axon heen zijn gewikkeld, dus meerdere keren daaromheen zijn gedraaid. En die vormen een soort isolerende laag om het axon. Nou, daar liggen er meerdere achter elkaar. Maar tussen de cellen van zwam, daar ligt een opening. En die opening die noem je ook wel de insnoering van Ranvier, of ook wel de knoop van Ranvier. De belangrijkste functie van de myelineschede is het verhogen van de impulssnelheid. Want zonder myelineschede, dat is bij de dendrieten en het cellichaam het geval, is die snelheid ongeveer 3 meter per seconde. Oftewel omgerekend 10,8 km per uur. Maar met myelineschede, dus bij het axon, is die snelheid wel 40 keer hoger, namelijk 120 meter per seconde, oftewel 432 km per uur. Dus je zou het verschil kunnen zien als langzaam fietsen met 10,8 km per uur, vergeleken met nog sneller rijden dan een Formule 1 auto met 432 km per uur. Dus een enorm verschil. Dus zo'n impulsje loopt dus vrij langzaam over de dendrieten en het cellichaam heen. Maar dan bij het axon, dan gaat hij veel sneller over de myelineschede heen. En je ziet dat hij als het ware over de cellen van zwam heen springt. Dus van de ene knoop van Ranvier naar de andere. En daardoor is die snelheid dus veel hoger. Door die sprongsgewijze impulsgeleiding. Dat noem je ook wel de saltatoire impulsgeleiding. Een impuls wordt ook wel een actiepotentiaal genoemd. Nou, wat het actiepotentiaal precies is, hoe die is opgebouwd en uit welke fases die bestaat, dat leg ik in detail uit in een andere video, die heet de actiepotentiaal. Maar om goed te begrijpen hoe de sprongsgewijze impulsgeleiding in zijn werk gaat, moet je wel weten hoe de actiepotentiaal in elkaar zit. Nou, dat gaan we doen aan de hand van een animatie. Die zie je hier. Hier zie je de membraan van een neuron. Hier is de buitenkant, de binnenkant en je ziet twee kanalen in het membraan liggen. Een natriumkanaal in geel en een kaliumkanaal in blauw. Nou, die twee kanalen zijn belangrijk voor het opbouwen van een actiepotentiaal. Nou, hier zie je een meting van een membraanpotentiaal. We beginnen bij de min 70 millivolt, dat is de rustpotentiaal. Dan gebeurt er nog niks, dan is het neuron in rust. Maar dan begint fase 1 van het actiepotentiaal. En dan krijg je een of andere stimulus die ervoor zorgt dat de membraanpotentiaal de min 50 millivolt bereikt. Dat is de drempelwaarde. Die moet je halen om een actiepotentiaal te krijgen. Als je hem niet haalt, krijg je ook geen actiepotentiaal. Maar in dit geval haal je hem wel. En vaak is die stimulus zijn dat natriumionen die de cel instromen. Dan gaan we naar fase 2. De drempel is gehaald. En daardoor gaat het natriumkanaal open, het kaliumkanaal blijft nog dicht. En omdat het natriumkanaal open gaat, stroomt natrium naar binnen. En dan krijg je een depolarisatie. Dan stijgt hij naar de plus 30 millivolt. En dan gaat het natriumkanaal dicht en het kaliumkanaal gaat open. En dan stroomt kalium van binnen naar buiten.
Dan krijg je een repolarisatie, dan gaat hij weer terug naar de min 70 millivolt, naar de rustpotentiaal. Maar het kaliumkanaal gaat dan langzaam dicht, maar dat is vrij langzaam. En doordat het langzaam is, schiet hij eigenlijk nog verder door onder de rustpotentiaal naar ongeveer min 80 millivolt. Dat noemen we een hyperpolarisatie. Nou, dan gaat het kaliumkanaal dicht. En dan zijn we aangekomen bij de rustpotentiaal en dan kan er een nieuw actiepotentiaal ontstaan. Dat ging misschien een beetje snel zo achter elkaar, daarom laat ik hem nog een keer zien, maar dan zonder commentaar. Daar gaat hij. Dat was dus het actiepotentiaal. Nou, nu we weten hoe dat werkt, gaan we kijken hoe de impulsgeleiding gaat met en zonder myelineschede. We gaan eerst kijken naar de impulsgeleiding zonder myelineschede. Daarvoor kijken we naar een animatie. Je ziet hier het membraan van een neuron. Daar liggen weer natrium- en kaliumkanalen. Maar er liggen dan een heleboel op een rijtje. Nu gaan we kijken hoe een actiepotentiaal over het membraan heen gaat lopen, van links naar rechts. We beginnen met een stimulus die een kleine depolarisatie veroorzaakt, waardoor het eerste natriumkanaal open gaat. Dan stroomt natrium naar binnen en dat diffundeert dan naar het kaliumkanaal. Daar krijg je dan een depolarisatie tot plus 30 millivolt. En dat is het signaal voor het kaliumkanaal om open te gaan. En dan stroomt kalium naar buiten. En dan heb je het actiepotentiaal compleet. Maar de natrium die diffundeert nog verder naar het verderop gelegen natriumkanaal. Daar krijg je dan nog een kleine depolarisatie, maar die is genoeg om de drempel te halen. Dus het natriumkanaal gaat open en krijgt opnieuw natriuminflux. Ook daar krijg je dan weer een depolarisatie van naar de plus 30 millivolt, waardoor het kaliumkanaal open gaat en kalium naar buiten stroomt. Nou, dan weer hetzelfde. Het natrium diffundeert verder en tikt dan als het ware het volgende natriumkanaal aan. De drempel wordt gehaald en je krijgt natriuminflux. Een depolarisatie en daardoor tik je het kaliumkanaal aan, die gaat open en je krijgt kalium efflux. Natrium diffundeert weer verder naar het volgende natriumkanaal, daar haal je de drempel ook weer. Je krijgt weer natrium efflux, een depolarisatie dus, en het kaliumkanaal gaat open en dan heb je de repolarisatie. Dus op deze manier loopt het impulsje, het actiepotentiaal dus van links naar rechts over het membraan. En eigenlijk is het dus steeds de natriuminflux die een depolarisatie veroorzaakt en het kaliumkanaal opent. En verderop het natriumkanaal, want ook daar krijg je een kleine depolarisatie, waardoor de drempel gehaald wordt en die dan ook open gaat. En zo krijg je een soort domino effect die niet meer te stoppen is. Dus het actiepotentiaal, als die eenmaal op gang is gekomen, loopt die helemaal over het neuron heen. Voor de duidelijkheid laat ik hem nog een keer zien. Let dus vooral op de natriuminflux, die dan het volgende kaliumkanaal opent en een stukje verderop het volgende natriumkanaal, waardoor dus het actiepotentiaal over het membraan gaat lopen. Daar gaat hij. Op deze manier gaat dus de impulsgeleiding zonder myelineschede.
We gaan nu kijken naar de impulsgeleiding met myelineschede, dus de snelle impulsgeleiding. Nou, we gaan nu inzoomen op dit stukje van een neuron, dus we pakken een cel van Swan en twee knopen van Ranvier. Dat zie je hier getekend in de animatie. Hier is de cel van Swan en hier de knoop van Ranvier en hier nog een knoop van Ranvier. Nou, in de knoop van Ranvier ligt een natriumkanaal en een kaliumkanaal, maar in werkelijkheid liggen er heel veel, een hoge concentratie van natrium- en kaliumkanalen in de knopen van Ranvier, dus hier ook. Nou, wat er gebeurt is het volgende. Een natriumkanaal gaat open, dan een kaliumkanaal gaat open en natrium diffundeert eigenlijk helemaal door naar de volgende, waardoor je een depolarisatie hier krijgt en het natriumkanaal open gaat. En natrium diffundeert dan weer de cel in en opent het kaliumkanaal. Dus dit ging heel snel. Je hebt heel snel een grote afstand overbrugd. Dat komt omdat de cel van Swan is vetachtige stof hier, myeline, dat isoleert het membraan. Dus ten eerste liggen hier heel veel natriumkanalen, dus er komt heel veel natrium naar binnen. Dus een hoge concentratie krijg je hier. Daardoor kan er dus veel natrium naar rechts diffunderen. Maar ook, doordat die cel van Swan hier ligt, kan er geen natrium naar buiten lekken. Wat hier dus wel normaal gesproken een beetje het geval is. En hier liggen geen natrium- en kaliumkanalen. Dus die hoeven niet de hele tijd open en dicht. En dat open en dicht gaan, dat kost tijd. Dus dat hoeft nu niet. En hier aan de binnenkant heb je normaal gesproken heel veel negatief geladen ionen. Die worden aangetrokken namelijk door de positieve lading aan de buitenkant. En omdat hier heel veel negatieve ionen liggen, wordt de natrium die hier zwemt, die wordt daar ook naartoe getrokken, want natrium is positief geladen, die wordt aangetrokken door de negatieve lading hier. Maar die heb je nu niet, omdat hier die cel van Swan ligt. Dus natrium kan heel gemakkelijk, wordt niet gehinderd door die negatieve lading, kan zo veel sneller diffunderen zonder verlies van natrium aan de zijkant naar de volgende natriumkanaal. Dus dat zijn eigenlijk de redenen waarom dit zo snel gaat. Voor de duidelijkheid laat ik de animatie nog een keer zien, maar dan zonder commentaar. Let dus weer op de natriuminflux die dan het kaliumkanaal opent en vervolgens het veel verderop gelegen natriumkanaal. Daar gaat hij. Op deze manier springt het impulsje dus van knoop van Ranvier naar knoop van Ranvier. Dit was mijn uitleg over de impulsgeleiding. Ik hoop dat je nu snapt hoe de impulsgeleiding gaat zonder myelineschede en met myelineschede en waarom de sprongsgewijze impulsgeleiding dus veel sneller verloopt dan die zonder de myeline. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!